Gisteren was de tweede Pinksterdag en in Els betekent dat tijd voor de jaarlijkse braderie. Els op Stelten vond weer plaats en het was een drukke en zonnige dag in het centrum van het dorp. Afgelopen maandag, tweede Pinksterdag, was het weer tijd voor Els op Stelten. De jaarlijkse braderie werd aangekleed met een klimband, activiteiten van de brandweer en spelletjes voor kinderen. De hele dag was er dus iets te doen voor jong en oud. Ja, onder andere de sportverenigingen doen mee, we hebben Elista staan, we hebben een fietsenstal die bemand wordt door vrijwilligers. Er staat een klimtoren, er staat een diepwalkbol, die kinderen wel eens op reisjes kunnen scoren. Ja, en er is eten en drinken in Hoofdpoep. Naast deze activiteiten is er ook nog ruimte voor DJ's, bands en lokale muziek. Wij hebben 6 verschillende podia's. Een aantal staan DJ's en die draaien gewoon gezellige leuke muziek. We hebben voor in het dorp een hot podium en daar werken we samen met de horecaondernemers mee. En op het Zwerenfrietplein staat de Whatever Band. Ja, en ook weer met lokale bands, weer alles uit de regio te halen of het liefst uit de eigen gemeente. En tot nu toe lukt dat wel prima. Els op Stelten is een populair evenement in de regio. En dat viel ook te zien in de bezoekersaantallen. Ja, we starten normaal op 11 uur. En even vanochtend om 9:30 hadden we de eerste mensen al lopen. En dat duurt zo tot uiterlijk 6 uur. Het is een beetje lastig om dat totaal te schatten. Over de dag verspreid zitten we rond de 40.000, 45.000 mensen. Ja. Maar waarvoor komen de bezoekers eigenlijk? Ik kwam zeker voor de parfumdeals die hier altijd zijn. En vrienden van mij staan hier. Met een eigen kraan. Nee, ik maak ik wel vaker mee. Ja, dat is wel zo. Ja. Dus meestal ga ik er wel, maar na de laatste tijd, ja, dan lopen we met een rollator en dan is het een beetje moeilijk om te lopen. Ja, en ik kom er vandaan en het is gewoon een foto happening hier, dus. En Els, die er wel zijn. Ja, zeker op de Witte Pinksterdag.